Het Bureau voor de Dienstverlening aan NGO's heeft onlangs een aanvang gemaakt met projecten ter bevordering van genderevenwicht in Suriname. Zij heeft tijdens een persconferentie vandaag meer informatie gegeven hierover. Via de projecten Gender Plus en Democratie en Gendergelijkheid wil de organisatie het bewustzijn over gendergelijkheid onder toekomstige Surinaamse beleidsmakers vergroten. Het bureau stelt binnenkort 80 studenten van de Anton de Kom Universiteit en andere HBO-instellingen in de gelegenheid zich te buigen over het thema gender. De studenten zullen met onder andere videoreportages een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek. De projecten worden uitgevoerd in Sipaliwini, Marowijne en Paramaribo en worden ondersteund door partnerorganisaties uit Europa. Projectcoördinator Ilanga Blinker is blij dat diverse organisaties een bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering van de projecten. Ze benadrukt dat het Bureau voor NGO's heel bewust voor universiteitsstudenten heeft gekozen. Waarom willen we met HBO en universiteitsstudenten werken? Omdat zij de toekomstige beleidsmakers zijn van Suriname. En wat wil je nou? Dat de jeugd van tegenwoordig goed ingebed wordt in onderwerpen die hun aangaan en dat ze beleid kunnen maken voor de komende 20, 30, 40 jaar voor Suriname. Waarbij het volk van Suriname mee kan genieten en mee kan profiteren en beter kan worden daarvan. Patricia Spada, voorzitter van de organisatie Tamat uit Italië, is ook blij met de projecten. Ze zegt dat haar organisatie leert uit de projecten die worden uitgevoerd in Suriname. It's very important to be here together, an NGO like BFN from here, from the Caribbean Arimage, because we are putting together our competencies and we are doing a mutual capacity building. We are empowering ourselves while we are working for the beneficiaries. This for me is very important. In the case of Tamat, we bring to the project our competencies, especially on microenterprise, startup, and developing. And we are learning from BFN, already from the first lab we attended in Anjoni, about how to deal with gender inequality and women and men empowerment in a non-formal approach. That's very important too. Patricia Spada, voorzitter van de NGO Tamat uit Italië. Zij sprak vandaag tijdens een persconferentie van het Bureau voor Dienstverlening aan NGO's. Deze organisaties gaan de komende periode samen met andere organisaties en universiteitsstudenten uit Suriname werken aan twee projecten die sinds maart dit jaar worden uitgevoerd ter bevordering van genderbewustzijn.